Eén trap en lopen. Kees Rijksen en zijn twee vrijwilligers laten met liefde zien dat hun museumstukken niet alleen maar stil kunnen staan. Zie je dat ik hem dan loslaat, dan gaat het eindwiel draaien. Ja. Binnen is nog veel meer te zien. 280 bromfietsen telt de collectie. Glimmend, blinkend en werkend. We lopen dan langs de bromfiets op. Hier staat een verzameling IJsink. Dat is ook allemaal Nederlands, Batavus Wippert. Nou, daar je Matti, die twee rode, dat is ook een Nederlandse bromfiets. En dan staan hier nog een paar Yamaha'tjes. Dat is weer voor de wat jongere generatie. Die hadden zo'n FS1'tje. Alle bromfietsen hier zijn door Kees zelf opgeknapt. Sleutelen aan tractoren en brommers zat er bij hem al vroeg in. Dat zat er gewoon in je bloed, laat ik het maar zo stellen. En je moest ook alles zelf maken, want je had geen geld om het elders er naartoe te brengen. Je had wel geld om een gaskabeltje te halen bij de fietsenmaker, maar dan dat gaskabeltje zette je er zelf in. Dat prutsen en sleutelen groeide uit tot een serieuze hobby. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen, laat me zo stellen. Ja, en dan op een gegeven moment heb je er een hoop en je hebt een schuur en dan krijg je er nog meer en dan wil je toch netjes weg gaan zetten. Zo ontstond het idee voor een museum. Nou, hier een hele verzameling rap. Allemaal verschillende types. En die kwam er. Rap. In de schuur. Zo is de handgrepen ook met de koppeling. De kabels die lopen door het stuur heen. Dat is heel uniek. En ze komen overal vandaan hoor. Het hoge noorden, Zeeland, zelfs Vlaanderen, het buitenland. Bezoekers hebben vaak mooie herinneringen aan hun brommers van vroeger. Er was een vrouwtje, die was behoorlijk dement. Maar die zat op een gesloten afdeling. Nou, dat vrouwtje dat was helemaal enthousiast. Ja. Die zegt tegen mij, ja, mijn vader had een winkel. Overberg. Oh, ik zeg maar, dat weet ik wel. Maar ze bleef maar rondjes lopen bij die bromfiets. En dan kwam ze weer praten. En dan, nou, en dat doet ons heel veel. Ja. Dat doe je het voor, laat ik het zo stellen.